Welkom bij Barretje 0486. Met gezellige klets, soms met een lach en soms met een traan. Buiten is het 2 graden. En binnen zit Jolanda Linders met journalist Herman Wissing. Welkom allemaal hier in mijn barretje. En vandaag is aangeschoven journalist en tv-presentator Herman Wissing. Bekend inderdaad als journalist van De Gelderlander en van het Nieuwscafé bij Omroep Land van Kuik. Welkom Herman. Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mocht komen. Vind het erg een eer. Een eer. Ja. Nou, ben ik blij om. Ja, ik vind het ook wel bijzonder, want het is eigenlijk voor het eerst, of bijna voor het eerst, dat ik zelf geïnterviewd word. Ik ben natuurlijk gewend om zelf de vragen te stellen, maar nou ja, ik zie het wel gebeuren vandaag. Het is nog nooit eerder geïnterviewd? Nee, niet echt. 1 keer in een of ander programma, maar dat was niet zo'n succes, maar verder nog nooit eigenlijk. Nee, want het is echt inhoudelijk, hè? Dit gaat echt over de man achter Herman Wissing. We gaan de diepte in, ja? Ja, we gaan echt de diepte in. We gaan echt... ik heb een aantal kaarten. Ja. En op die kaarten staan vragen. Ik weet dus niet welke vragen erop staan. Dus die leg ik ook hier neer. Dan is het de bedoeling dat wij dus samen... ik lees de kaart, jij pakt de kaart. Ja. Ik lees de kaart voor en dan... Gaan we het daarover hebben? Ja, gaan we het erover hebben. Dus ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. Ik ga er gewoon eentje pakken. Ja, gewoon. Maakt niet uit. Nou, ik... alsjeblieft. Ik zal niet eerst kijken. Dankjewel. Oeh. Ja, ik kan zo beginnen. Hart en ziel. Voor je ligt een enorme uitdaging. Je hebt al besloten om hem aan te gaan. De vraag is alleen hoe. Je kunt kiezen, je vervult deze taak uit prinsbesef, omdat het nou eenmaal moet. Of je stort je erin met passie en geeft jezelf helemaal. Doe jij alles met hart en ziel? Ja, in principe wel, ja. Ja, want als iets mij tegenstaat, dan wordt het ook niks. Dus ik moet het leuk vinden, ik moet er de zin erin zien. En dan ga ik er ook wel voor. Ja, altijd. Dus nu, wat je doet, de verslaggeving... Ja. Of tenminste, je bent journalist van De Gelderlander, toch? Ja, 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 klopt. Alleen De Gelderlander. Daar ben ik fulltime in dienst. En dan ben ik in principe, in mijn hoofdtaak is gewoon artikelen schrijven voor de editie Maasland. En wat je er straks zei over het Nieuwscafé, dat is eigenlijk meer erbij 1 keer in de maand. Gewoon omdat het leuk is om te doen, om wat dichter bij de lezers te komen. Dat is het idee erachter. Ja, en dat doe je dan ook met hart en ziel. Want kies je zelf de mensen uit voor het Nieuwscafé? Ja, ik kies altijd zelf de gast. Ik laat me wel eens adviseren door iemand. Er zijn altijd wel mensen die met een tip komen of die mailen van... Oh, leuk, zou ik dat niet kunnen komen? Vertel het Nieuwscafé. Daar kijk ik natuurlijk altijd naar. Maar in principe maak ik zelf de selectie van 4 of 5 mensen. Als het over de muziek gaat, dan heb ik niet zo heel veel verstand van muziek in de regio. Dus dan vraag ik wel linksrecht van, heb je nog een leuk idee? En dan komen we er altijd wel weer uit om een fatsoenlijk programma te maken. Ja, maar de hoeveelste keer presenteer je dat nu? Oh, hoei. Nou, wij zijn daar als krant mee begonnen. Ik moet erom liegen, ik weet het niet precies, 7, 8 geleden al. Een collega van mij, Erik Rijn Rutte, die deed dat. En dat was eigenlijk vanuit het idee vanuit de krant om wat wij als redacties konden doen, of wat ik zeg, om dichter bij de lezers te komen. Want dat vond men belangrijk. We waren wel meer van dat soort acties. En in Nijmegen was al een Nieuwscafé, dat draaide heel erg goed. Met mijn collega Rob Jaspers, die deed dat. En Erik is daar toen mee begonnen en die heeft het een jaartje gedaan. En daarna had hij wat minder tijd en is ook zelf naar een andere redactie gegaan. Toen heb ik dat van hem overgenomen. Dus ik denk dat ik het zelf al toch wel 1 jaar of 6 zeker doe. En is het altijd live geweest? Nee. In het begin was er alleen opname van Omroep Land van Kuik. Of TV Land van Kuik heette het toen nog. En dat werd dan de week daarna uitgezonden. En eigenlijk door corona zijn we pas dit jaar live gegaan. Dat is ook wel spannend. Ja, dat is heel anders. Want ik ben gewend om gewoon een kwartier, 20 minuten uit te lopen. En er zijn altijd veel mensen die zeggen, je was te laat. Maar ja, dat gaat nou niet. Want 6 uur is 6 uur en dan moet ik klaar zijn. En als het dan niet lukt. En dat was de eerste keer dat we live gingen. Had ik een muzikant en die had een nieuwe single gemaakt en die zou je laten horen. En die zat op de bank bij mij en die vertelde zijn hele verhaal. Ik zei, nou leuk, goed verhaal, dan gaan we nou luisteren naar het liedje. En dan de tijd
tikt, want ik zie dan de klok weglopen. Maar toen moest hij zijn gitaar nog uit de tas halen. En hij moest hem nog inplukken. En toen was de gitaar vals. Dus ja, dan zit je wel eventjes zo van, help, dit gaat niet goed. Ja. Maar wel met hart en ziel. Ja, absoluut. Helemaal. Ja. Want hoe lang ben je verslaggever bij de Gelderlander? Ik ben 87 ben ik begonnen. Eerst als freelancer, als sportredacteur. Daarna in 89 ben ik half in vaste dienst gekomen. Ik werkte toen ook als gymnastiekdocent op het Merlet College in Kuik. Oh, je bent eigenlijk gymnastiekdocent. Ik ben eigenlijk gymnastiekdocent, ja. Ik heb nooit geen opleiding gehad voor verslag. Ik moet niet hard zeggen, want ik weet niet of mijn chef mee luistert. Nee, ik ben eigenlijk gymnastiekleraar en van daaruit, dat was in een tijd dat er te veel gymnastiekdocenten werden afgeleverd voor de banen die er waren. Dus ik had wel wat werk, ik had invalwerk, maar nooit zo heel erg veel. En toen hoorde ik via een kennis van mij dat er bij de Gelderlander een freelance sportverslaggever werd gezocht. En dat heb ik een keer op geschreven en een paar stukjes op proef gemaakt. Beetje met hulp ook. En zo ben ik erin gerold eigenlijk. Maar sportverslaggever alleen van Maasland? Of helemaal van alles? Nee, het begon als Maasland. Ja. Dat heette toen nog anders. Ik weet niet eens meer precies. Maar als Maasland. Voetbal in de regio. Volleybal. Noem het maar op. En uiteindelijk is dat uitgebouwd tot ik op de sportredactie in Nijmegen terecht kwam. En daar heb ik ook, omdat wij als Gelderlander toen een samenwerkingsverband hadden met andere regionale kranten, heb ik een aantal sporten nationaal, internationaal gevolgd. Zoals turnen, judo, basketbal. En dat heb ik eigenlijk heel erg lang gedaan. Dus je bent wel over de wereld geweest? Ja, ik heb wel wat mooie momenten gezien. Joeri Vergelder, die werd in 2005 wereldkampioen aan de ringen in Melbourne, Australië. Ja, toen hij die oefening deed, zat ik 10 meter verderop op de tribune te kijken. Oh, wat leuk. En dat zijn wel hele leuke momenten, ja. Ja. Oh, nou super. Ja. Met hart en ziel dus. Ja. Zullen we er nog eentje doen? Ja, dat is goed. Ik pak gewoon iets tussenuit. Alsjeblieft. Dankjewel. Ik neem ondertussen even een slokje, want ja. De dwaas. Plotseling weet je het, je gaat het helemaal anders doen. Je geeft alles weg, zegt iedereen gedag en begint een nieuw leven. Hoe zou jouw nieuwe leven er ideaal gesproken uitzien? Dat is een grappige vraag. Ik zou het niet weten. Ja, nou, weet ik. Dan moet ik echt voor de vuist weg iets bedenken nou ter plekke, hoor. Wij zijn samen met mijn vrouw, met Petri, gaan we heel graag op vakantie naar B&B's. In Frankrijk, Spanje, Italië. En dan zoeken we altijd B&B's uit met Nederlandse of Belgische mensen die je gewoon lekker kunt verstaan. Lekker makkelijk. Lekker makkelijk. Mijn Spaans is niet zo best en Frans ook niet. En als je dan bij een aantal mensen bent geweest die een prachtige locatie hebben op een hele mooie plek. Daarvan heb ik al gezegd, ja, daar zou ik wel aan kunnen wennen aan zo'n leven. Dat zou ik nog wel... Dus je nog zou een eigen B&B willen hebben? Dat zou me leuk lijken, ja. Ja, ja, nou niet meer. Ik bedoel, ik zie dat niet nog een keer gebeuren. Nou, maar als ik bij wijze van spreken 20 jaar jonger was geweest... Als je opnieuw zou mogen beginnen, ja. Dat je... Dat zou mooi. En dan in een lekker warm land. Mensen ontvangen, gasten ontvangen. En zorgen dat ze naar hun zin hebben. En je kunt er een praatje mee maken. En ja, dat had me leuk geleken ook, ja. Nou ja, wie weet, hè? De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Hè? Er moet wel een heel groot wonder gebeuren, Jolanda. Dat zie ik nou niet zo, 1, 2, 3. Nee. Nou ja, maar het is wel leuk. Leuk idee ook. Om als je opnieuw moet beginnen, om dan inderdaad een B&B te beginnen. Ja, we hebben er ook mensen ontmoet. En onder Barcelona, er was een Nederlander, was bankdirecteur geweest. En die was op een gegeven moment zijn werkje zo beu. En die heeft het hele rattenplan verkocht. En heeft daar een oude cava-boerderij gehoord. En daar heeft daar zoiets moois van gemaakt. En ja, en als je het hebt over de vorige vraag over passie en over met hart en ziel. Dat zijn mensen die doen dat soort dingen met volle passie. En dat is zo leuk om te zien. Oh ja, dat geloof ik wel. Ja, dus ik heb nog wel een paar leuke adresjes voor mensen die op vakantie willen. Ja, wij zijn meteen met zoveel. Hè? Ja. Dus voor ons is het... ik heb net toevallig de camping weer geboekt voor volgend jaar. Voor dit jaar bedoel ik. Ja. Dus, als jullie met de familie gaan, moet je gelijk een hele accommodatie afhuren. Nou, daar lijkt het wel op, ja. Nee, ik heb een staakcaravan staan in Spanje. En ik ben echt niet iemand die elke keer naar dezelfde plek gaat. Nee. Maar de kinderen vinden het allemaal zo leuk. En je weet wat ze zeggen. Als de kinderen het naar de zin hebben, hebben de ouders het ook naar de zin. Ja. Dus, maar er komt een moment dat de kinderen niet meer meegaan. En dan ga je andere vakanties doen. Tenminste, zo hebben wij het ook gedaan.
En dan is dat toch ook wel weer heel erg leuk. Gewoon weer met z'n tweeën. Ja, dat doen we sowieso, tussendoor. Toch wel. Ja, 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 gaan we echt met z'n tweeën. Gaan we naar zijn broer, die woont op Aruba. Ja. En daar gaan we dan naartoe. Ideaal. Okay. Dat is echt ons uitje, zeg maar. En dan met kinderen ook wel 2 weken. Is wel heel erg leuk, hoor. En die, we hebben wel gezegd, het is het laatste jaar. Oké, okay. Dus dan ben ik er helemaal klaar mee. Dan mogen ze niet meer mee. Nou, dan moeten ze maar alleen gaan. Maar wij gaan niet meer. Nou, ik kan je vertellen, dat is wel grappig. Op een gegeven moment waren onze kinderen, die zaten op middelbare school. En die gingen allebei zo'n beetje examen doen in dezelfde periode. Dus we zeiden van, nou weet je wat, dat is over een paar jaar. We gaan nou sparen. En dan gaan we een mooie reis naar vakantie, naar Amerika maken met z'n vieren. En dat is dan een mooie afsluiting van al die jaren die we met z'n vieren vakantie hebben gehad. Dus dat zagen wij een beetje als de afsluiting. En daarna zijn ze nog jaren mee geweest. Ja, dus je bent er niet zomaar vanaf. Nee, maar weet je, wij komen nou al 5, 6 jaar op deze camping. Superleuk, hoor. En voor minder gaan ze niet. Dit is ook echt een van de beste campings daar. Okay. Maar ik had zoiets van, ja weet je, weer 2 weken en weer... nee, het is goed zo. Dus laatste jaar, hartstikke leuk. Ja, nou, succes. Ja. Ja, precies. En jij nog vakantieplannen, jullie? Dit jaar niet echt. Het is gewoon heel even afgepast met wat met corona gaat doen natuurlijk. Ja, daar zit iedereen mee natuurlijk. Ja, dus, ja, dus we weten niet, je weet niet of je kunt vliegen, je weet niet. Dus nee, we wachten gewoon heel even af. Ja. Ja, ik denk, ik boek vast. Ik kan het altijd terugvragen. Dus dat is nou wel makkelijker, dat is waar. Ja, dat is waar. Nee, dat is ideaal. Ja. Zullen we er nog eentje doen? Ja, dat is goed. Ja, dat ligt er nog genoeg. Dus, ja. Weet je, ik doe gewoon de bovenste. De wijze. Oh, dan doen we een volgende. Je drinkt thee bij een wijs man en vraagt om meer wijsheid. Hij schenkt je theekopje zo vol dat het overstroomt. Net als dit kopje is jouw hoofd ook te vol om nieuwe inzichten op te doen, zegt hij. Durf jij ruimte in je hoofd te maken? Durf ik ruimte in mijn hoofd te maken? Het is wel nodig af en toe, moet ik zeggen. Om te beginnen drink ik nooit thee, dus dat is al... Ik heb liever een biertje. Ja, dat is een biertje dan. Ja, nou weet je, ons werk is nu zo dat het is heel veel. Je moet dus iedere dag opnieuw die pagina vullen en iedere dag... je kunt niet hebben dat er ergens een wit vlekje overblijft. Dus het moet, en daarmee, en het is politiek graven, het is politiek boksmeren, het is het nieuwsfeest, het is heel veel dingen tegelijkertijd. De planning voor morgen, de planning voor volgende week. En ik heb wel eens dat ik op het eind van de dag zeg van, mijn hoofd zit vol. Er kan niks meer bij. Dus het zou wel goed zijn om het hoofd een keer leeg te kunnen maken. Maar hoe dat dan moet, dat is lastig. Met een B&B in een warm land. Ja, ja. Nou, als ik een investeerder kan vinden, dan ik ben morgen weg, echt waar. Ja, want ik had al begrepen, de kinderen het huis uit. Dus jullie kunnen wel echt met z'n tweeën meteen... De vrijheid, ja. Inderdaad. Ja, er moet wel een investeerder komen, want anders dan... Nee, maar je moet dus inderdaad, en dat begrijp ik ook wel... Je moet dus echt je hoofd leeg kunnen maken. Want dat is dan inderdaad ook de vraag, kun je dat ook? Hè? Ja. Want ja, als er zo, want je hebt een deadline, hè? Want ik neem aan dat je voor een bepaalde tijd moet alles binnen zijn. Ja, dat valt wel mee. Die deadline die ligt... Voor echt een nieuws, hè. Pas er tegen 12 uur of zo, 11:30, 12:00. Oh, dat dus dat valt wel. Wij proberen toch wel zoveel mogelijk gewoon overdag voor pakken beter een uur of 6 de boel rond te hebben. En dan kunnen we wel eens weer wat nabranders in de avond komen. Als er ergens iemand dood wordt geschoten in Boksmeer, ja, dan moet je daar naartoe en dan moet het de volgende dag toch in de krant. Maar ga je daar dan ook echt naartoe? Even? Ja, in principe wel, ja. Want natuurlijk, die fotografen, hè, want ik zie dan altijd wel de namen eronder staan. Die zijn er dan als eerste. Die zijn er als eerste, ja. Ja, dus als verslaggever of als verslaggever, ja. Als, als het echt ernstig is of dat het lijkt, dan gaan we er wel naartoe, ja, zoveel mogelijk. Ja. En dan praat je ook echt met de mensen eromheen, met dat je ook echt... Ja, nou ja, weet je, je moet dan de informatie zien te krijgen. Je moet weten wat er aan de hand is. Want op het moment dat er echt iets mis is, dan is de politie niet zo scheutig met informatie. Nee. Logisch. Ja. Dus dan moet je andere kanalen zien te vinden om toch te weten waar het over gaat.
Ja, maar ja. Die heb je denk ik in al die jaren wel opgebouwd. Hè? Dat je wel de kanalen, dat je wel weet wie er iets weet. Of ja, het is toch wel iedere keer wel anders hoor. Het is net de plek waar het is. En ja, weet je, ik was vorig jaar, begin vorig jaar toen Frank Schrijen in Boksmeer werd vermoord. Toen was ik daar 's morgens om 7:15, want het is 's nachts gebeurd. En dan hoor je het pas 's morgens als je wakker wordt. En als eerste wat je doet is ontbijt laten staan, kleren aan en naar Boksmeer. Ja, en dan kom je daar en is eigenlijk niet zo heel veel. Er staat 1 of 2 politieagenten nog buiten. En dan moet je echt op zoek naar mensen wie woont daar? Want dat was niet eens bekend wie het was. Dat was een appartement, maar daar woonde Frank Schrijen. En ja, zo ben je dan de hele dag bezig. En dan is het koud en nat. Ja, en het vergt inderdaad wel heel veel tijd. Hè? Want je weet niet wat je tegenkomt ter plekke. Dus dan is het wel, je moet ook wel die tijd nemen. Om daar, Nou ja, en dat is natuurlijk wel een beetje het punt. Je hebt niet altijd de tijd om de tijd te nemen. Want die lege pagina's, die liggen er. Ja. Ook zo'n mogelijk 7:15. En als je er niks aan doet, liggen ze er om 5:00 nog leeg. En dat gaat dus niet. Dus je bent wel de hele dag bezig om daar vulling voor te zoeken. Je moet nieuws hebben, je moet een foto hebben, je moet een leesverhaal hebben. Ja, ja, ja. Korte berichtjes moet je hebben. Dat moet een goed verhaal zijn. Als het even kan. Ja. Nee, maar om erop te vullen. Ik bedoel, het is... ik vind het knap hoor. Dat je, en dan doe je echt alleen Maasland. Ja, in principe. Ja, Land van Kuik. Ja, behalve als iets in Maasland regio overstijgend wordt. Dan... bluf hè? Ja, bluf. Ja. Dat is jouw... favorietje. Ja, dus ja, ik vind het bluff een leuke band. En dit liedje dan, Zoutelanden, dat is iets vanuit mijn jeugd. Wij gingen met mijn ouders vroeger altijd naar Walcheren op vakantie. En dat was altijd in Zoutelanden op het strand. Had je daar iets buiten Zoutelanden, was een vuurtorentje. Daar gingen we altijd de duinen over. En mijn vader die was dan een soort pakezel. Die moest alle stoelen, tassen, ballen, koelboxen, de hele mikmak moest hij dragen. En dan vlijden we ons dan met z'n allen neer op het strand. En daar doet dit liedje mij enorm aan denken. Dat vind ik ontzettend leuk. Dus heel veel leuke vakanties op het strand in Zoutelanden gehad. Ja, maar dan is dit natuurlijk fantastisch. Ja. Als het helemaal ergens leuk is geweest, dan is zo'n liedje is dan geweldig. Ja. Ja, mooi. Ja. Zullen wij nog een kaart pakken? We hebben net de bovenste, doe ik nou de onderste. Is dat goed? Ja, ik vind het prima. Alsjeblieft. De forel. Mediterend bij de rivier zie jij plotseling een forel tegen de stroom inzwemmen. Je bewondert hem om zijn kracht en eigenwijsheid, al lijkt het je wel vermoeiend. Wanneer had jij de moed om tegen de stroom in te zwemmen? Ik ben niet zo tegen de stroom inzwemmer. Ik ben tamelijk meegaand. Maar is er een keer een moment geweest dat je echt hard aan moest trekken, zeg maar, aan moest werken om iets voor elkaar te krijgen? Ja, wat wel een belangrijk moment is geweest, is een aantal jaren geleden op het werk dat ze hadden voor mij een functie bedacht waar ik niet zoveel zin in had. En toen ben ik wel wat bezig geweest om te kijken of er nog iets anders was wat leuk was. En zo ben ik eigenlijk op de editie Maasland terechtgekomen, 6-7 jaar geleden. Dus daar moest je wel voor knokken, daar moest je wel wat voor doen. Ja. Dan... ben je ook inderdaad even tegen de stroom? Toen moest ik heel eventjes voor mezelf opkomen om zo maar te zeggen. Om te zeggen van nou, ik vind dit niet zo'n goed idee. Dat gaan we niet doen. Ik ga iets anders proberen. En weet je, dan praat je met wat mensen. En dan valt er wel het een en ander op zijn plek. En dan komt er toch iets wat leuk is. Ja, moet je kijken waar je nu staat. Ja. Dus wel de verslaggever van de Gelderlander. Nou, we zijn er wel meer. Jawel, maar wel van Maasland. Ik doe het niet alleen. Hè. We zijn natuurlijk op Maasland met meer collega's. Hele fijne collega's. Die ook van de hoed en de rand weten. Die al jaren hier in het gebied werken. Want dat scheelt echt wel heel erg veel. Dat je weet waar je het over hebt. Dat je de mensen kent. En dat de mensen jou kennen is ook heel belangrijk. Dus ik ben niet de verslaggever. Maar één van de. Ja, maar ik denk wel van Maasland. Ik bedoel, dat mag ook wel een keer gezegd worden. Hè? Ik wil mijn collega's echt niks tekort doen. Nee, dat mag ook niet. Dat hoeft ook niet. Maar als er gesproken wordt over een verslaggever van de Gelderlander Maasland, dan is jouw naam, Herman Wissink, is wel... Eén van.
Diegene die altijd naar boven komt. Is er één van. Ja, oké. Ja, okay. Ja, ja, dat zie je ook weer, dat je inderdaad je collega's niet afvalt. Ja, nee, maar dat zou ik niet terecht zijn. Nee, ik heb hele fijne, goede collega's. Nee, maar dat geloof ik wel. Maar die ook net zo bekend zijn in... Kijk, ik kan me voorstellen dat je dat zegt omdat ik Graven als gemeente als mijn aandachtsgebied heb. Maar andere collega's die hebben dat meer in Sint-Antonis of in Boksmeer of in Gennep. En daar zullen ze hen beter kennen dan mij. Ja, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Nou, vooruit dan. Nog een kaart. Ja. Alsjeblieft. Dank je. Oeh. Ja, daar hadden we het net over. De enige echte. Je hebt het door. Je bent niet alleen op deze planeet. Sterker nog, je beseft dat jij één van de velen bent. Toch is er iets bijzonders aan jou. Je bent namelijk uniek. Er is maar één persoon als jij. Wie weet dat jij uniek bent? Dat zou je een andere moeten vragen. Jij denkt, die weet dat jij uniek bent. Ja, ik ben zoals ik ben. Ja, maar wie weet dat? Wie dat weet, moet je mijn vrouw vragen. Die zit hierachter. Ja, maar dan weet je dus wel dat zij weet dat jij uniek bent. Ja, dus daar ga ik vanuit. Dat, toch? Ja, hè? Ja. Kijk, daar is al heel... Nou, we hebben er één. Dus iemand die het weet. Ja, maar iedereen is uniek eigenlijk. Hè? Ieder is zichzelf. Er is geen tweede zoals... Jolanda Linders en er is geen tweede Peter Linders. En ook geen tweede Herman Wissink. Nee. Dus in die zin is iedereen... Iedereen is uniek. En iedereen doet het op zijn eigen manier. En de ene die probeert iets te bereiken door in gesprek te gaan. En de andere is een echte nieuwsjager die er bovenop zit. En zo doet iedereen het op zijn eigen manier. Ik ben niet zo van het er bovenop knallen. Ik ben meer van het in gesprek gaan en gedurende het gesprek kijken of je komt waar je zijn wil. Ja, en wat je ook zegt, hè, iedereen is inderdaad uniek. En dat hoort ook zo te zijn. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zich anders voordoen dan dat ze eigenlijk zijn. Dus dan in die zin ook weer niet uniek zijn en niet hunzelf zijn. Ja, omdat ze een ander willen nadoen en zo. Maar dat hou je nooit lang vol, volgens mij. Nou, dat denk ik ook niet. Nee. Nee. Dan komt toch de ware aard komt er een keer uit. En dan ben je toch weer je unieke zelf. Ja. Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik zeg altijd, je moet goed toneels kunnen spelen. Om... Af en toe wel, ja. Ja. Maar toneelspelen hou je nooit... Nee, daar hou je nooit vol. Je valt altijd een keer door de mand. Ja, precies. Volgende kaart. Ja. Ja, we lekker doorheen, hè, zo. Ja. Horen. Je bent erop uitgegaan in je eentje. Het lawaai van de stad heb je achter je gelaten. En opeens hoor je je eigen voetstappen, je eigen tempo. Wat voor een levensritme heb je eigenlijk? Mijn levensritme. Je bedoelt een dagritme? Of, Ja, gewoon in het algemeen. Levensritme van ben je een gejaagd iemand, ben je... we hebben het al over gehad. Je hebt toch een bepaalde tijdsdruk, hè? Ik ben iemand die graag vroeg begint. Normaal gesproken zit ik om 8:15 morgens achter mijn bureautje thuis. Lekker thuiswerken al vanaf maart. Heerlijk. Niet. dan na het eind van de middag toe verslapt mijn aandacht wel. Dan ben ik niet meer op mijn best. Je bent echt een ochtendmens. Ik ben echt een ochtendmens, ja. En hoe laat sta je meestal op? Ja, 7:00 of zo. Dan vind ik wel een nette tijd. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen avondmens kan zijn, hoor, maar dan niet qua werk. Nee. Maar meer in deze setting, zal ik maar zeggen. Ja. Nou, leuk. Ja. Ja, dat is echt ochtendmens. Ja. 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 Volgende vraag. Volgende kaartje. Oh ja, deze is ook leuk. De tulp. Bijzondere Nederlanders krijgen soms een speciaal voor hen gekweekte tulp op hun naam. Vooral diegenen die veel voor anderen hebben betekend. Zijn er 3 redenen te bedenken waarom jij ook een tulp met jouw naam verdient? Nee. Ik ben maar een radertje in een heel groot geheel. Dat moet je niet zeggen.
Niet zo bescheiden. Ja, jawel hoor, jawel. Ja, ja, maar dat moet je niet zijn. Want wat drie redenen. Goede vader? Nee, ik ben een hele aardige vader. Nou, dat is alweer een tulp. Ja, ik vind zelf dat ik heel goed kan luisteren naar mensen. Om hun verhaal te laten vertellen. Dat verdient een tweede tulp. Ja, dat is ook wel een tulp waard. En god hé. Hey. Ja, dat past meer bij het eerste van een goede vader. Ik ben een hele trouwe supporter van mijn kinderen. Als die aan het sporten zijn, mijn dochter volleybal heeft jaren Eredivisie gespeeld. Wij hebben nauwelijks wedstrijden in Nederland of nou Groningen of Sneek was hebben we gemist. En mijn zoon die hockeyt op zijn eigen niveau met zijn eigen plezier. En als het even kan, gaan we altijd kijken op zondagochtend. Ook al is het 's morgens om 10 uur, staan we wel aan de kant en... Ja, zo vind ik dat alle ouders zouden moeten zijn. Trouwens, al die ouders zouden allemaal tulpen moeten kunnen verdienen op die manier. Ja, op die manier. Maar dan verdien je wel een tulp. Dus ja. Je hebt wel de reden opgenoemd dat je toch een tulp verdient op jouw naam. Maar mag je nog kiezen wat voor tulp het is? Of, nou, waar jij wel. Nou, met heel veel kleurtjes. Zijn die er? Geen idee. Nee, ik ook. Ja, maar die moeten ze dan weer even kweken voor mij. Ja, hè? Dan, kijk. Ja. Nou, dan gaan we achteraan. Dat is goed. Zullen we dan nog eentje doen? Ja, we hebben tijd nog. Hebben we nog tijd? De laatste kaart. Alsjeblieft. Zien. De stilte geeft jou een bril die het mogelijk maakt je omgeving veel scherper waar te nemen. Na enig aarzelen zet je de bril op. Kijk nu eens om je heen en beschrijf eens wat je anders nooit gezien zou hebben. Nee, gewoon voor jezelf, om je heen. Wie bedenkt die vragen? Ja, het is de wandeling, hè? Ja, waar komen ze daar vandaan? Ze komen van het programma De Wandeling, jaren geleden. Oké. Wat ik in mijn omgeving zie. Ja, en wat je nog nooit gezien zou hebben, nu. 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 Ja, ik denk wel dat je door deze tijd met het coronavirus, hè, waar we ons allemaal enorm bezighoudt, dingen gaat zien die je anders niet ziet. Dat je dingen, dat je mensen leert kennen die je op een andere manier kennen. Die zich door alle toestanden ook onbewust anders manifesteren. Dat zie je wel. Je ziet ook de verschillen ontstaan tussen de contrasten. De verschillen tussen mensen worden groter hierdoor. He, je hebt de mensen die zeggen, dat klopt allemaal niet. Dit is niet waar. De ontkenners van het hele coronavirus. En de mensen die wel volgen. En dat vind ik wel soms wel beangstigend in deze tijd. Dat je ziet dat verschillen groter worden. Dat ze meer worden uitvergroot. En dat zie je op verschillende plaatsen. Zeg maar, nou we toch in graven zitten. En we het niet over politiek zouden hebben. Nee, maar dus je ziet het wel. Weet je, dat is wel het mooie ook. Hè? Je moet eventjes met zulke vragen, je moet heel even na gaan denken. Want je denkt, nou ja, wat zie ik anders? En toch komt het in één keer in je op. Hè? Want je ziet inderdaad andere dingen. En helemaal in deze tijd. En ik vind wat jij zegt, dat je dus hele andere mensen ziet nu. Mm-hmm. Ja. Dat nu heel erg dat onderscheid wordt gemaakt. Dat de verschillen worden groter, worden uitvergroot hierdoor. Ja, ja, absoluut. Dat is wel heel bijzonder eigenlijk, want zo had ik er nog niet tegenaan gekeken. Maar nu jij het zegt, dan denk ik... Ja. Ja, het is wel bijzonder dat je mensen op een... Sommige mensen, niet allemaal hoor, op een andere manier leert kennen, ja. Ja. Ja, dat is wel heel... Vooral ook op een positieve manier ook, vind ik. Dat je dichter bij mensen komt te staan en samen andere dingen gaat doen en zo. Ja, er wordt meer gepraat, denk ik. Ja. Al moet je uitkijken dat het niet altijd alleen maar over hetzelfde onderwerp gaat. Dat het niet alleen maar over corona gaat, want dan word je er wel eens moe van. Dus je moet wel, vind ik, wat meer je best doen om het ook over andere dingen te hebben. Ja, maar ik vind het wel heel bijzonder. Ik heb bijvoorbeeld mijn vriendin, die heb ik ook heel bijzonder, elke dag eventjes aan de telefoon. We hadden elkaar sowieso wel vaak aan de telefoon, maar nu bijna elke dag. En over... Echt over het leven. Dus niet over corona, maar over het werk en over de kinderen. En tuurlijk heb je in het begin wel dat je het dan over corona hebt. Hè, want dat overheerste natuurlijk wel heel erg. Maar nu echt over veel diepgaander. Je leert elkaar
Hè? Anders kennen. Ja, maar ook veel beter kennen. Ja, en dat merk ik ook wel in het algemeen. Ook bij de kinderen. Hè? Die vertellen nu ook in één keer wat in hun, op, hun gevoelens. Mensen zijn meer met gevoelens bezig. Ja, ja zeker. Wat ik ook echt positief vind, bedenk ik me nu ter plekke. Wij gingen op zaterdagochtend altijd met een paar vrienden gingen wij naar de sportschool. Naar de spinningles van Sjaak. Maar ja, dat kan ook niet. Dus wij hebben gezegd, dan gaan we op zaterdagmorgen om 9 uur gaan we fietsen. Dus we gaan met twee vrienden van mij, met Ben en Martin, gaan we fietsen en dan ga je door de regio. Of we gaan samen met mevrouw gaan we wandelen door de regio. En je komt op plekken waar je van tevoren niet geweest bent. En dat vind ik ook wel zo bijzonder. Wij zijn in het Overloonse Boswezen wandelen. En ik heb echt zo gekeken van, wat is het? Nog nooit geweest. Ik woon hier nu bijna 40 jaar in het land van Kuik. En wij waren er nog nooit geweest. He, of fietsen bij het Genneperhuis bij Gennep. En vanmorgen zijn we bij de Vils geweest. In de mist en de vrieskou. Oh, in Beuken. Ja, en in de Maas eigen gefietst. En het was zo mooi. En dat zijn dingen die ontdek je nou ook wel. Door op een andere manier te moeten kijken naar dingen. Je merkt natuurlijk wel dat Nederland is dus heel erg mooi. Hè? Want dat mensen dus nu in deze tijd, nou, we gaan het dan wel even over coronatijd hebben. En dat zie je ook in die hele vakantie. Mensen komen wel in één keer, ik noem maar iets nu dan hier, naar Gaven toe. Oh, was Gaven toch leuk? Dan denk ik, ja, dat is altijd leuk geweest. Maar mensen zien alles met andere ogen, veel intenser. Ja, dat is het, ja. Ja, en je komt op plekken waar je niet geweest bent. Nee, dus ik kan me voorstellen dat er mensen aan het fietsen zijn en inderdaad door Gaven komen. Goh, het is een vreselijk stadje. En ja, en aan andere plaatsen ook. Dan denk ik van, ja, waarom ben ik hier nog nooit geweest? Ja, gek hè? Ja. Dat je daar iets voor nodig hebt, hè? Om mensen bewust te laten maken. Dat er ook, er zijn heel veel alternatieven, hè? Dat merk je nu dus ook. Hè? Dus wat eerst bijvoorbeeld onmogelijk was, dat ze zeiden, nou, dat kan helemaal niet. En nu, hoe mensen dingen verzinnen om het toch leuk te hebben om toch iets te doen. En ja, inderdaad, in de regio gaan kijken, nooit geweest. En nu in één keer denken, oh, wat wonen we hier toch leuk. Ja, absoluut. Dus dat is dan het voordeel ervan. Ja, precies. Nou, leuk, Herman. Ja. Nou, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor dit leuke gesprek. En ook dat we nou ook een beetje, en ik denk de kijkers ook, de man achter Herman Wissing hebben leren kennen met bepaalde, wat ik al zeg. Hè, je woont al 35 jaar, 40 jaar hier. Ja. Je bent al 37 jaar verslaggever. Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Nee. En nu wel. Nou wel. Ah, leuk toch? Dankjewel. Ja, dankjewel. Fijn dat je hier mocht zijn. Ik vond het erg leuk. Leuk met die kaartjes ook. Leuk idee. En ik hoop dat nog heel veel mensen zo hier komen en hun hart openen om jou hun verhaal te vertellen. Dankjewel. Dat zal zeker lukken. Ja. Dankjewel voor het kijken allemaal. En tot de volgende keer bij het barretje 04 Access. En ik wil nog eventjes Herman bedanken dat hij hier aanwezig is geweest. Dankjewel. Dankjewel.